Hey, leuk dat je meedoet aan deze missie. In deze serie ga je leren programmeren met Scratch. Je gaat onder andere animaties, games en handige apps programmeren. In dit project ga je tekenen in Scratch. Wist je dat ons oog ongeveer 10 miljoen verschillende kleuren kan zien? Maar niet iedereen ziet kleuren op dezelfde manier. Sommige mensen hebben een aandoening die kleurenblindheid wordt genoemd. Wat betekent dat ze bepaalde kleuren niet kunnen onderscheiden. Anderen hebben juist een extreem goede kleurwaarneming en kunnen mogelijk tot 100 miljoen verschillende kleuren zien. Voor het programmeren van dit project heb je het projectbestand nodig. Je kunt het bestand downloaden door op de link hieronder te klikken. Zet nu deze video even op pauze en download het projectbestand. Als je dat gedaan hebt, druk je weer op play en gaan we weer verder. Tot zo! Ga nu in je browser naar scratch.mit.edu en upload het projectbestand dat je zojuist hebt gedownload. Met de extensie Pen kun je met code allemaal fantastische vormen tekenen. Voeg eerst de extensie Pen toe. Nu jij. Selecteer dan de sprite hand. Wanneer er op de groene vlag wordt geklikt, pen neer en kies een kleur. Dan de dikte van de pen, 10 bijvoorbeeld. Laten we proberen een vierkant te tekenen. We tekenen alle vier de zijdes, dus herhaal 4 keer. 50 stappen. Dan draai je 90 graden een rechte hoek. En verander ook de kleur van de pen met 10. Daarna stoppen met het commando pen omhoog. En klik maar op de groene vlag. Een perfect vierkant. Nu jij. Wanneer je de getallen verandert, zul je zien dat het vierkant bijvoorbeeld groter wordt. Probeer maar eens. Het zou handig zijn het tekenvel weer schoon te maken. Selecteer de Wis alles knop en voeg deze code toe. Schoon. Selecteer opnieuw de handsprite. Een andere vorm, een cirkel bijvoorbeeld. In plaats van 4 zijdes doen we 360 stappen. Mooi, nu jij. En een zeshoek.
en een bloem met 6 blaadjes. Ik teken hem precies vanuit het midden. De 6 blaadjes bestaande uit 2 delen. 10 stappen, draaien. En nog een keer draaien. Testen maar. Heb je nog zin om door te programmeren? Hieronder vind je nog 2 challenges om verder mee te programmeren in dit project. Lukt het jou ook om deze op te lossen? Maar je kunt ook verder lezen in deze boeken. Leen ze bijvoorbeeld bij jouw bibliotheek. Op skillsdojo.nl vind je nog veel meer leuke missies om te doen. Ga bijvoorbeeld een app ontwerpen, een website bouwen of de microbit programmeren. En vergeet je niet te abonneren op ons YouTube-kanaal. Dan ben jij de eerste die hoort wanneer er een nieuwe missie online staat. Leuk dat je hebt meegedaan en tot de volgende missie.